special ducky. We gonna praise his name. We gonna lift up holy hands. We gonna worship ducky. We gonna worship ducky. We gonna praise his name. We gonna lift up holy hands. We gonna worship ducky. Praise him. Praise him in the morning. Praise him in the night. Praise him all day long. You lift up the mighty name of Jesus. Hear me sing this song. We're gonna worship the King. We're gonna praise his name. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. We're gonna worship the King. Praise him in the morning, praise him in the night, praise him all day long. Amen. Amen. Prijs de Heer. Oh, de Heer verlangt dat we een levensstijl hebben van lofprijs en aanbidding. Waarom? Want dat houdt ons in de tegenwoordigheid van God. Dat houdt onze gedachten, houdt ons hart gericht op de goedheid van God. Van harte welkom in het huis van de Heer. Oh, daar waar gelovigen bij elkaar komen. De Bijbel leert dat wij zijn levende stenen. Hij zijn levende stenen die met elkaar gevormd worden tot de verblijfplaats van God. En ik ben zo blij dat de Geest van God in ons harten woont. Maar ik ben ook zo blij met de gemeente aan zich, daar waar we samenkomen. En daar waar je merkt dat je als levende stenen wordt samengevoegd als een woonplaats van God. En zo willen we God verwelkomen, we willen ook elkaar verwelkomen. Ik zou eens zeggen, kijk eens even naar 2-3 stenen om je heen. Geef ze een hartelijk welkom. Zeg, joh, ik ben blij dat jij deel bent van het huis van God deze morgen. Ook als je thuis bent, van harte welkom. Met de livestream ook, op de plaats waar je bent. In de geest is geen afstand, op de plaats waar je bent. Als je met ons meedoet, ben je ook deel van het huis van de Heer. En ontvang datgene wat de Heer voor je heeft. Doe ook mee met de lofprijzen en de aanbiddingen. Wees gezegend met datgene wat de Heer je wil geven deze morgen. In Jezus' naam. Halleluja. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Halleluja. Dank u, Jezus. Lieve mensen, ik wil beginnen met een psalm 103. Psalm 103. Een prachtige psalm. Vanmorgen echt op mijn hart om te delen. Het is een psalm van David. En daar staat, loof de Heer en mijn ziel. En al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer en mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Er staat die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw mond verzadigt met het goede. En uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Wauw. David is een man van God die heel dicht bij het hart van God wandelde.
En ik vind het zo mooi. Ik vind het zo mooi ook. Wat hij doet is, hij spreekt tot zijn eigen ziel. En hij zegt, loof de Heere, o mijn ziel. En je ziel is die plaats waar je emoties zich begeven, waar je redeneringen en je denken, je intellect zich begeven. En in die plaats, daar spreekt hij tot zichzelf en zegt, loof de Heere, maak hem groot. En misschien was dit wel een moment waar zijn emoties alle kanten op gingen en allerlei dingen waren misschien gaande. Maar hij zegt, loof de Heere, mijn ziel. Loof de Heere, mijn ziel. Alles wat in mij is, loof zijn heilige naam. En dan begint hij zegt, en waarom? Hij zegt, want je moet niet de weldaden van God vergeten. En ik heb gemerkt, door omstandigheden, door situaties, dan raakt soms God een beetje uit het vizier. Maar de Bijbel leert ons dat wij juist in het vizier moeten houden al de weldaden van God. Hij vergeeft je ongerechtigheden, hij wil je ziektes genezen, hij wil je leven verlossen van het verderf. Hij wil je kronen met goede tierenheid en barmhartigheid, hij wil je mond vullen met het goede. Hij wil je jeugd vernieuwen als dat van een arend. God wil een werk doen. Hij wil een werk doen en laten wij ook deze morgen onze ziel in lijn brengen met het woord van God. Zeggen, Heere, ik vergeet niet één van uw weldaden. Ik vergeet niet, Heere, hoe goed het is om u te dienen. Om uw kind te zijn en van u te mogen ontvangen deze morgen. Dus laten we beginnen in gebed en laten we de Heere groot maken. Vader, we danken u voor de Heere Jezus Christus. Die zijn leven gaf voor ons, zodat wij leven zouden hebben. En Heere, deze morgen, we ontvangen uw blijdschap. We ontvangen uw vrede. We ontvangen uw kracht. We ontvangen uw Heilige Geest. Heer, we willen u meer en meer en dieper leren kennen. En Heer, tegen onze ziel willen we ook zeggen dat we u willen loven deze morgen. We willen u groot maken vanwege uw grote weldaden. U vergeeft, u geneest, u verlost, u bevrijdt, u verzadigt en u vernieuwt, Heere. En deze morgen willen we u de plaats geven, Heer, van aanbidding en lofprijs. We willen u als het ware huldigen als koning. We willen verklaren, oh, u bent de bron van ons leven. U bent geweldig groot, u bent geweldig goed. Heer, en u kent in ieder van ons, u weet wat we nodig hebben. En zo bid ik een zegen over een ieder die hier aanwezig is deze morgen. Dat we werkelijk een ontmoeting mogen hebben met de God die leeft en de God die liefde geeft. In de naam van Jezus. En het volk van God zegt, amen, amen. Ik wil juichen voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God, en ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u, wat ik ook denk of voel. Slechts voor u,
Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u handen op toe, hef mijn handen naar u op. Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid. En ik ga, en ik ga door de poorten met een looflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u handen op toe. Goed, want de Heer is goed. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Amen. Want de Heer is goed. Zijn liefde en zijn trouw is tot in eeuwigheid. Amen. En ik ga Vader. Dank u Vader voor deze prachtige ochtend. Dank u voor het uur extra wat we mochten slapen. En dat we toch allemaal hier zijn. Uitgerust en wel. Om te loven en te prijzen de God die ons maakte.
Zijn hier vandaag mensen die zijn een poosje niet geweest. Ik geloof dat God me daarbij bepaalt. En je wordt getrokken door de liefde die je hier voelt. Want God is hier. God is hier en hij houdt van je. En hij is blij dat je er weer bent.
En het verheugt zijn hart om je weer te zien hier. En om je weer in het midden van de gemeente te zien. En God heeft je hier gegeven om te groeien. En om warmte te voelen. En om te herstellen van alles wat je hebt meegemaakt. Dat is wat God me laat zien. Laten we nog een keer zingen. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing. Jezus, ik geloof. Bent u alleen?
Dank u, Vader, dat u zo prachtig bent. Heer, dat uw karakter zo wonderschoon is. En Vader, dat wij op u mogen lijken. Heer, dat u altijd betrouwbaar bent. Dat we altijd op u mogen rekenen. Dat u altijd in ons bent en om ons bent. Waar we ook zijn, in wat voor situatie dan ook. Heer, dank u wel dat we uw schoonheid mogen bezingen. Dat we ons daar bewust van mogen worden. Onze kindertjes, die gaan een fijne tijd met elkaar beleven. En we gaan jullie terugzien vandaag. We gaan jullie terugzien met jullie mooie project wat jullie gebouwd hebben boven over de tabernakel. Dus strakjes om 11:15, daar valt er wat te zien hier op het podium. En jullie gaan even voorbereiden en oefenen. Veel plezier. En wij gaan ons offer brengen. Wij gaan God eren met ons hele hebben en houden, zou ik zeggen. Wat je kwijt wil. In uw tegenwoordigheid is volheid van vreugde. En om dicht bij u te zijn, dat is wat ik verlang. Ik wil dansen in uw huis, van lof en aanbidding. Alle dagen van mijn leven hier. Alles wat schat. Dank u, Heilige Geest, dat u ons onderwijst en dat uw woord is als een zaad
wat een geweldige vrucht voortbrengt als het geplant wordt in ons hart. En wij er goed voor zorgen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil eigenlijk een vervolg geven op de prediking van vorige week. Vorige week starten we met de tekst in Matthäus 6, vers 33. En daar wil ik vandaag weer beginnen. Matthäus 6, vers 33, ik zei vorige week al, is een tekst die een hele belangrijke tekst in het Nieuwe Testament. Er staat, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen erbij gegeven worden. Nou, we hebben al de woorden in het Grieks, hebben we vorige week dat uitgelegd van wat het Grieks nou precies betekent, al deze woorden. Maar de essentie die we hier zien is dat Jezus uitlegt van de heidenen, degene zonder God, degene die leven zonder God, die zijn op zoek naar heel veel dingen. Die zoeken geluk, die zoeken rijkdom, die zoeken vervulling in relaties, waar dan ook. Ze zoeken het overal en nergens. De wereld is op zoek naar, maar ook gewoon voorziening. Een dak boven hun hoofd en kleding om aan te trekken. En dat is waar hun hele leven om draait. Een mooie auto om in te rijden, een mooi huis om in te wonen. Al die dingen zijn niet verkeerd. Maar de Bijbel leert ons wel dat wij als volk van God, bij ons moet het een hele andere plaats hebben. Bij ons zouden wij het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid boven alles moeten hebben staan. En de Bijbel zegt, als wij eerst zijn koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid, als dat de nummer één prioriteit is in ons leven, dan zullen al die andere dingen waar de heidenen zo naar op zoek zijn, aan ons worden toegevoegd. En dus dat betekent echt toegevoegd worden. Het is als het ware alsof je zeg maar onderweg bent ergens naartoe en het is alsof zeg maar je hele auto gevuld wordt met allemaal passagiers. Zonder dat je er zelf iets aan doet. Je bent onderweg met God. Je zegt, ik wil Gods koninkrijk. Ik wil zijn gerechtigheid. De Bijbel zegt, ja, je auto zal gevuld worden. Je leven zal gevuld worden met dingen waar de heidenen zo ontzettend naar op zoek zijn. Zegt God, ik wil het je geven. Waarom is dat zo? God is de bron van alles. God is de bron van alles. Toen hij de schepping maakte, maakte hij die schepping zeer rijk en zeer overvloedig. Heel veelzijdig. Prachtig. Prachtig. De schepping. De aarde. Geweldig mooi. En ook de rijkdom die daarin is. Ontzettend mooi. En we zien dat in Genesis beschreven. En het is dus in die omgeving dat God die mens plaatst en zegt, joh, ik geef je alles. Alles wat je nodig hebt, geef ik jou. En jouw hoogste plaats is om met mij te wandelen. En dus zie je dat toen die mens die wandel met God verloor, verloor hij ook gelijk alles eromheen. Omdat de wandel met God was de basis van alles wat die mens had. En hetzelfde geldt voor ons vandaag. Onze wandel met God is de bron, is de basis van alles wat wij vandaag in dit leven bezitten. Dat is hoe God verlangt dat wij het gaan zien en gaan begrijpen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dus zijn koninkrijk, hebben we gezegd, dat is Gods manier van doen. Want we hoeven niet op zoek naar, ik weet niet, voor diegenen die vroeger wel Nintendo speelde en Mario en zo. Dan moest je op een gegeven moment moest je op zoek naar een of ander koninkrijk of zo. En dan moest je allemaal sleutels verzamelen, totdat je op een gegeven moment dan bij het juiste kasteel was of zo. En dat je dan in ieder geval allemaal koninkrijken, diegene die dat, voor sommigen kijken me aan denken, nou ja. In ieder geval, diegene die Nintendo, die dat kennen, die, je weet wel, allemaal met koninkrijken. Je zou kunnen denken van ja, wij moeten dus ook op zoek naar een koninkrijk. En waar is dat koninkrijk dan? Waar is dat land? Waar is dat land waar ik naartoe moet? Maar dat is niet zozeer waar het hier over gaat. Het gaat over het koninkrijk van God, is Gods manier van doen. Een andere tekst zegt Jezus, hij zegt, God wil ons het koninkrijk geven. Koninkrijk geven. Dat betekent dus, het is dus iets wat God je kan geven. Het is niet zozeer een geografische plaats als zodanig. Het is niet een land waar we naartoe moeten. Van nou, laten we allemaal bijvoorbeeld naar Israël gaan. Want in Israël, dat is waar Jezus rondwandelde. En dat is waar geweldige dingen zijn gebeurd. En waar het hele Nieuwe Testament zijn basis heeft gevonden. Daar moeten we naartoe, want ik moet het koninkrijk van God zoeken. Nee. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. Er wordt mee bedoeld dat je dus op zoek gaat naar Gods manier van doen. En Gods manier van doen is iets waarvan ook in Lucas dus ook staat van, hey, geliefde kinderen, het is de wil van de Vader om je het koninkrijk te geven. Hij wil je het koninkrijk geven. En dus het koninkrijk van God is niet een plaats daar of daar of daar of daar waar je kan aanwijzen, maar het koninkrijk van God is in ons, als het goed is. Is onder ons, zegt een andere vertaling, of in ons of bij ons. Wat betekent dat? Als het goed is, is Gods manier van doen, dat gaat zich integreren als zodanig in ons leven en gaat een centrale rol spelen, zodat alles wat ik doe, alles wat ik zeg, alles wat ik overdenk, dat wil ik laten, dat breng ik onder de heerschappij van Gods regering.
En Gods regering vinden we in de hemel. En daarom zien we ook dat de Bijbel ons leert. Jezus leert ons en zegt, bid al dus. Uw wil geschieden in de hemel, zo ook hier op aarde. Jezus die leert ons dat gebed is de sleutel. Waarop we de wil van God die in de hemel is, ook hier op aarde vrijzetten. En dus Gods regering is iets, we zien het in de hemel, maar het is niet alleen daar. Het wil komen in ons leven en God wil het ons geven. En de manier om het te krijgen, Gods manier van doen in je leven, is om het te zoeken. Is om het te zoeken. God verlangt, nou laat ik het zo zeggen, of je nou wil of niet, we zijn allemaal gemaakt om te ondernemen. Om te ondernemen. Wij zijn allemaal stuk voor stuk ondernemers. Sommigen vertalen dat inderdaad met echt een bedrijf wat ze hebben opgestart. En weet je, en anderen die werken ergens voor een werkgever en hebben een prachtige baan. Maar de essentie van God is, wij zijn allemaal gemaakt om te ondernemen, iets te doen. God heeft je gewoon barstens vol gestouwd met allerlei talenten en bekwaamheden en een stel hersenen. En de wereld lag je toe. Je toekomst lag je toe. God heeft je vol gestopt met allerlei mogelijkheden. Maar het punt is, ze gaan er alleen uitkomen als je ermee aan de slag gaat. Dus God heeft bestemd dat wij zouden ondernemen. Zelfs in die tuin, de Hof van Eden, zegt hij, joh, ik wil dat je die hele aarde gaat vullen. Ik wil dat je heerschappij gaat uitvoeren. Ik wil dat je gaat regeren hier op aarde. Ik wil dat je jezelf gaat vermenigvuldigen. Je gaat de hele aarde gaan bevolken. Onderneem. Ga ermee aan de slag. Ga aan de slag met datgene wat ik je heb gegeven. En dus op het moment dat wij in beweging gaan komen samen met God, en wij beginnen te beseffen de enorme waarde die God ons heeft gegeven, dan gaan we ontdekken de grote dingen die God ook in ons leven wil doen. Gods manier van doen zouden we moeten zoeken boven alle andere dingen. Wat is nou Gods manier van doen? Hoe run je een bedrijf? Hoe run je een bedrijf op Gods manier? Hoe ga je in je huwelijk om? Hoe heb je een huwelijk waar je Gods manier van doen in je huwelijk hebt geplaatst? Hoe voed je je kinderen op een manier dat het Gods manier van doen is? Hoe ga je om met je financiën op een manier dat het Gods manier van doen is? Zo heeft God overal zijn manier van doen. En het woord van God geeft ons helder inzicht over wat dus die manier is. En een sleutel, een basisprincipe van het koninkrijk is dus zoek en je zult vinden. Vraag en aan jou zal gegeven worden. Klop op die deur en er zal voor jou open gedaan worden. Dus het samenwerken met God vraagt altijd van ons een actieve houding. Een actieve houding. En als we dus actief zijn en we zijn actief op zoek naar het koninkrijk van God, dan zul je ook merken dat Gods manier van doen gaat zich meer en meer in jouw leven, gaat bekend worden voor je. Wat is Gods manier van doen op al deze vlakken van mijn leven? En ga ik ook meer en meer begrijpen van hoe ik dat dagelijks in de praktijk kan toepassen. Okay? Daarom hebben wij ook bijbelstudies en door de weekse samenkomsten hebben we het thema doelgericht leven en marriage course en pre-marriage course. En kinderen opvoeden komt er weer aan. En zo allerlei dingen. Gods principes van succes. Allemaal deze dingen. Waarom doen we dat? Dat is allemaal Gods koninkrijk. Gods manier van doen. En staat er zijn gerechtigheid. Datgene dat mijn leven in lijn is met wat recht is in Gods ogen. Jezus zegt, als je dat zoekt, Gods manier van doen, en datgene wat recht is in Gods ogen, Gods gerechtigheid, hij zegt, dan zullen allerlei dingen aan jou worden toegevoegd. Toegevoegd, zeg eens, het wordt aan mij toegevoegd. Dat is wat God wil doen. Dat hij dit, op de een of andere manier is het dus zo, als je dit hier leest, als je Gods koninkrijk zoekt en zijn gerechtigheid, komt er een bepaalde gunst over je leven, gebeurt er iets, komt er een zegen over je leven, waardoor je eigenlijk bekrachtigd wordt om voorspoedig te zijn en er gaan dingen gebeuren. Er gaan dingen gebeuren zonder dat je daar zelf bewust mee bezig bent. En dus trek je uit naar het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Nou, waar we op een gegeven moment aan het eind van de preek vorige week op uitkwamen, was wat is nou Gods koninkrijk? Het is dus het inzicht, wat Gods manier van doen, wat wij dus nodig hebben, is Gods wijsheid. Gods wijsheid. Want ik heb gemerkt dat ik kan heel veel teksten kennen. Ik kan misschien wel hele Bijbelboeken misschien wel uit mijn hoofd kennen. En ik kan teksten raten en als een machinegeweer afvuren op mijn omgeving. Maar waar je achterkomt, sommige van die mensen die heel veel van die teksten kennen, je kijkt naar de vrucht van hun leven en het is één grote puinhoop. Dan denk je, hoe kan dat nou? Hè? Ander voorbeeld, ik ken ook mensen die heel sterk in de geest opereren. Dus misschien wel vanuit de gaven van de geest. Of, wow, die persoon is een drager, die weet wat het is om vanuit de geest van God enorm sterk te bewegen. En misschien wel door woorden van profetie of wat dan ook. En op het moment dat je ze wat langer leert kennen, dan kom je erachter dat hun leven is een puinhoop.
hun huwelijk, hun financiën, gewoon hun leven. Hoe zij hun leven leven is gewoon een drama. Denk je, hoe kan dat nou? Want het een zou wijzen ook op het ander. Zeg dan, wauw, als God zich daar zo aan verbindt, dan moet het wel zo zijn dat al die geweldig, halleluja. Maar je komt erachter dat het is niet automatisch dat als jij de wijsheid van God hebt ontvangen op een bepaald gebied van je leven, dat het ook op al die andere gebieden van je leven al gearriveerd is. Nee, je zal moeten blijven zoeken naar de wijsheid van God in de dagelijkse praktijk. Jij hebt dagelijks heb je de leiding van God nodig. En een van de dingen waar je ook dagelijks voor in gebed mag gaan en waar je voor in geloof mag staan is, Heere, ik heb uw leiding nodig. Leid mij. De Bijbel zegt dat allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn de zonen Gods. En het is dus ook een mate van volwassenheid waar God ons in wil brengen, dat wij in het zoonschap groeien, dat wij geleid worden door Gods Geest op elk gebied van mijn leven. En de vrucht zal rechtvaardigen, de vrucht van mijn leven rechtvaardigt of ik ergens de wijsheid van God toepas. Het is niet mijn mooie woorden die zeggen van, oh ja, jij weet het heel mooi te vertellen. Of ik bedoel, jouw mooie woorden, mijn mooie woorden. Het gaat niet om iemands mooie woorden die zeggen, wow, dat is wel, oh, dat is, wauw, ik voel het. Je kan heel veel voelen, maar op het moment dat in de praktijk van het leven niet een werkelijke verandering doorbrengt, dan heb je eigenlijk niks aan het gevoel. Want ons leven, een van de dingen is, we zongen vandaag dat lied van Oh Lord, You're Beautiful. En dan staat er op een gegeven moment, for my reward is giving glory to you. Wat ik geloof in die laatste zin, is dat God verlangt ernaar om ons leven zo te vullen met zichzelf, zodat ons leven, wie wij zijn, hè, ons karakter, maar ook de vrucht van ons bestaan, hoe wij leven, ons huwelijk, alles wat je bezit en alles met wie je omgaat in je relatie, dat alles iets weerspiegelt van Gods grootheid. Dat is wat ik heel sterk geloof. Jezus die zegt ook eens, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Hij zegt, ja, maar dat betekent dus dat God de Vader ziet er precies zo uit als Jezus. Dat is niet de essentie die hij daar bedoelt. Hij bedoelt, als je ziet wat ik doe en als je ontdekt wie ik ben, dan zie je ook wat de Vader doet en wie de Vader is. Het gaat hem heel erg om wie jij bent en wat de vrucht is van jouw leven. Hij zegt, kijk naar mijn werken, zegt Jezus. En dan zul je geloven dat de Vader mij gezonden hebt. Hij zegt niet, luister naar mijn woord. Hij zegt, kijk naar mijn werken. Kijk naar wat er voortkomt uit mijn leven. En dan zullen zelfs zij die tegen die kritische mensen zeiden, en dan kun je niet anders dan onderkennen, de Vader heeft mij gezonden. De werken rechtvaardigen de boodschap. Rechtvaardigen je geloof. De Bijbel zegt ook, geloof zonder werken is dood. Ik kan geloof hebben, ik kan teksten proclameren. Nogmaals, als een machinegeweer allemaal in de lucht schieten. Maar op het moment dat mijn leven niet laat zien de realiteit van die teksten, dan kom ik erachter van, wow, dan ben ik eigenlijk een soort leeg bazuingeschal. En dus, zoals dat met jou en met mij gaat, wij ontwikkelen, wij groeien. Wij zijn nog niet zo ver dat wij op elk gebied van ons leven het koninkrijk van God al in de volheid, zeg maar, geopenbaard zien. Wij allemaal, zoals we hier zitten, ik zou de microfoon door kunnen geven. Wij zullen allemaal, één voor één, kunnen getuigen van Gods koninkrijk op een bepaald gebied van ons leven. Anders zou je hier vandaag niet zitten. Er is iets gebeurd bij ons allemaal. Bij sommigen van ons kunnen boeken schrijven, maar in ieder geval, iedereen van ons zou kunnen getuigen van een moment in je leven, iets in je leven waarin je hebt ervaard, wauw, God is gearriveerd en hij heeft zo'n bijzonder werk gedaan. Voor sommigen is dat, wauw, in mijn hart, God heeft de pijn weggehaald. Voor anderen is dat, ik kon niet vergeven en ik werd bitter, maar ik heb kunnen vergeven en ik ben vrij. Voor anderen is dat, ik was ziek en ik zag geen uitkomst meer en de doktoren stonden voor een raadsel, maar God heeft ingegrepen en hij heeft mij genezen. Voor de volgende is het weer, ik had een zoon en die ging helemaal op het verkeerde pad, maar ik heb gebeden en ik heb gemerkt de trouw van God en mijn zoon dient de Heer. En zo kunnen we allemaal, en sommigen van ons hebben dus heel veel facetten die je kunt delen van de koninkrijk van God. Wij allemaal ontwikkelen en groeien in het koninkrijk van God. Wat wij nodig hebben is de wijsheid van God. Waarom is wijsheid zo belangrijk? Want het is namelijk, de Bijbel leert ons dat wijsheid is van God. Maar wat is dan wijsheid? Het is misschien goed om dat in beeld te brengen. Wat is wijsheid? Nou, Wikipedia zegt, het is de kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen.
De betekenis is dus praktisch of moreel, zegt Wikipedia. De kunst om in alle levensomstandigheden juist te kunnen oordelen en te kunnen handelen. De betekenis is praktisch of moreel. Ik zou zeggen, zoals ik dat heb geleerd vanuit de Bijbelse context, moet ik zeggen, zoals ik het heb geleerd vanuit de Bijbelse context, is dat wijsheid kun je definiëren als het volgende. Goddelijke wijsheid heb ik het over, hè? Goddelijke wijsheid is de goddelijke bekwaamheid om op een juiste manier kennis toe te kunnen passen of in de praktijk te kunnen brengen. Goddelijke bekwaamheid om op een juiste manier en op het juiste moment de juiste kennis te kunnen toepassen. Want kennis is wat anders dan wijsheid. Ik kan heel slim zijn. Ik kan precies weten, ik kan een hele gereedschapkist vol hebben met een hamer, met een bijtel, met een schroevendraaier en noem maar op. En ik kan allerlei dingen hebben en ik kan precies weten hoe alles heet. Het is een hamer. Ja, maar ik wil een klauwhamer. Ja, dit is een klauwhamer. En ik kan precies, en ik kan een heggenschaar hebben en allerlei dingen meer. Maar op een gegeven moment ook. Er zal op een gegeven moment al die gereedschappen, ik zal een stukje wijsheid moeten hebben wat verder gaat dan kennis over mijn gereedschap. Zal ik wijsheid moeten hebben? Hoe pas ik het toe? Ik kan op een gegeven moment, anders ga ik misschien wel met de achterkant van een schroevendraaier, ga ik een spijker in de muur slaan. Ik heb misschien wel de kennis dat ik, ja, maar ik weet precies wat een hamer is. Maar als ik niet weet hoe en wanneer ik die moet gebruiken, dan heb ik niks aan mijn kennis. En soms zijn we vol van kennis op een bepaald vlak, maar ontbreekt nog de wijsheid. Want er zijn ook, soms heb je opties. Ja, wat moet ik nou doen? Moet ik nou links of rechts? Hoe pas ik nou in deze situatie de liefde van God toe? Bijvoorbeeld, ook een ander ding. De Bijbel leert ons dat wij leven in liefde naar elkaar. Nou, dus dan wandel je in liefde. Maar er kan ook een moment zijn dat je op een gegeven moment merkt dat een relatie die je hebt met iemand wordt manipulatief. Kan zo zijn. Je zegt, ja, maar ik moet in liefde blijven wandelen. Ja, maar voor je het weet, wordt je hele leven... Je moet ook in liefde blijven wandelen als zodanig. De liefde van, en dat kan ook door de liefde van God die uitgestort is in je hart. Maar op een gegeven moment zul je ook wijsheid moeten hebben om te beseffen dat met bepaalde relaties zul je soms afstand moeten nemen. Ja, maar we moeten iedereen lief hebben. Maar er zijn sommige relaties waarbij je goddelijk inzicht nodig hebt om afstand te nemen, omdat deze mensen erop uit zijn om in jouw leven de controle over te nemen. Dat is niet goddelijk, dat is niet goed, dat is niet de bedoeling. En dus zul je dus, ja, maar de Bijbel zegt toch, kom je terug op je kennis, we moeten elkaar lief hebben. Ja, oké, dat is ook zo. Maar daarbij komt ook een woord van wijsheid dan op dat moment. Oké, heb die persoon lief, maar neem wel afstand. Oh, oké. Nou, dat is dus niet zo van, oh, dus dat betekent dat bij elke persoon moet ik lief hebben en afstand. Nee, niet bij elke persoon, maar bij die specifieke situatie wel. Wie kent het verhaal van koning Salomo en de twee moeders die bij hem kwamen met dat kind? En zeiden van, de ene zijde is mijn kind, de andere zijde is mijn kind. Nou, er staat nergens in de Bijbel, Salomo had nergens kunnen lezen van, in de Bijbel ergens, van, als er twee moeders naar je toe komen en die zeggen allebei dat het kind van hun is, moet je zus en zo handelen. Ik bedoel, dat is nou zo'n praktisch voorbeeld. De wijsheid was aan koning Salomo gegeven. Hij vroeg om wijsheid. Boven alles vroeg hij om wijsheid. Hij werd daarmee de meest voorspoedige en invloedrijke man van die tijd. En ik geloof zelfs voorspoedig, meer dan over alle tijden genomen, de meest voorspoedige man ooit. Hij begreep... Begrijp me goed. Hij gebruikte niet als zodanig wijsheid omdat hij voorspoed wilde hebben. Hij wilde wijsheid hebben en daarom kreeg hij voorspoed. En daar gaat het wel eens fout, hè? Mensen gaan op een gegeven moment, oh, het koninkrijk van God, dan kan ik dus rijk worden. Kijk, je kan niet God gebruiken om de mammon te dienen. En het is de intentie van je hart die gaat bepalen wat de vrucht van je leven zal zijn. Salomo vroeg niet om rijkdom, hij vroeg om wijsheid. En omdat hij zocht naar wijsheid, werd hem alles gegeven. God verlangt ons alles te geven, maar hij verlangt boven alles dat we wandelen in zijn wijsheid, zodat we zijn natuur weerspiegelen. Dat we wandelen in zijn wil voor ons leven. Nou, ik geloof dus ook dat de sleutel om te wandelen in jouw bestemming is wijsheid. Wijsheid, is er wel wijsheid van God in je leven, dan zul je wandelen in de bestemming waarmee jij geboren bent. Ontbreekt wijsheid, dan zul je wellicht, je zal de genade van God ervaren, je zal alle... Maar als wijsheid ontbreekt in je leven, kom je nooit op je bestemming terecht. Ja, maar wacht even, dat ligt niet aan mij. Het is God toch die dat allemaal doet? Nee, het is wij die zoeken en vinden. Het is wij die vragen en ontvangen. Het is wij die kloppen en de deur voor ons... Het is een samenwerken met God.
Het is wij die keuzes maken die uiteindelijk de vrucht van ons leven bepaalt. Ja, maar zeggen mensen, God weet al de toekomst. Hij weet alle dingen, dus ja, weet je, gebeurt dit in mijn leven? Dat is dan de wil van God. Heer, ik weet het ook niet, ik begrijp het niet, maar u helpt mij. Nee. Niet alles wat gebeurt in jouw leven is de wil van God. Ja, maar God weet toch het einde vanaf het begin? Ja, God weet het einde vanaf het begin, maar dat betekent niet dat God exact gaat weten hoe jouw leven gaat lopen. God is alwetend, dus hij weet precies welke opties er allemaal openstaan voor jou. Hij weet ook precies, als jij kiest voor A, dan zal dat je uitkomst zijn. Als je kiest voor B, dan zal dat je uitkomst zijn. Als je kiest voor C, dan zal dat je uitkomst zijn. Als je kiest voor D, dan zal dat je uitkomst. God weet alles. Maar alles valt of staat met keuzes die wij maken. Ja, maar nee, maar ho, het gaat niet om ons, het gaat niet om ons, het gaat om Jezus. Ja, het gaat inderdaad om Jezus. Wat Jezus deed, is hij liet ons het perfecte voorbeeld zien. En wij mogen volgen in zijn voetsporen om te weten, hij is onze redder, hij is onze verlosser, hij is onze heiland. Maar wij kunnen leren van de keuzes die hij maakte. Dat de juiste keuzes zijn om te maken. Hij zegt, ik geef mijn leven om te wandelen in bestemming. En dus weten wij voor onszelf ook, als ik ooit wil wandelen in mijn bestemming, zal ik ook, net als dat Jezus zijn leven overgaf aan God de Vader, zo zal ik ook mijn leven moeten overgeven aan God de Vader. Oh, halleluja. Hetzelfde geldt. Dat net zodat Jezus was, hij was gegrond in de schrift. Hij kende het woord van God. En dus als Jezus dat had, dan zien we dus, hij maakte een keus om zich te vullen met dat woord. En hij liet dat verlangen binnenin hem, dat liet hij liet het hem sturen. Hij investeerde in dat woord, zo ook is hij dus een voorbeeld voor ons. Wij zullen ook gegrond moeten zijn in de schrift. Wij volgen Jezus daarin. Amen. Jezus zegt, hij zegt, hij die in mij gelooft, dezelfde werken die ik doe, zal hij doen. En nog grotere dan deze. Dus wij begrijpen dat als wij geloven in Jezus, betekent dat navolgen van Jezus. En dus daar groeien we in en daar strekken we ons naar uit om meer en meer te doen wat Jezus deed. Maar ook de keuzes te maken die Jezus maakte. Jezus koos voor heiligheid, wij kiezen voor heiligheid. Wie kent die bandjes van What Would Jesus Do? WWJD staat er dan op. WWJD, What Would Jesus Do? Dat was een tijd, was dat een rage. Wie kent die bandjes? Ja, zie je de meeste van ons wel. En heel veel jongelui, die deden zo'n bandje om, ouderen ook, maar vooral jongelui, die bandjes om. En What Would Jesus Do? Als een herinnering bij alles wat ze deden, nadenken, wat zou Jezus hebben gedaan in deze situatie? Hè? Wat zou Jezus hebben gedaan in deze situatie? Wat zou Jezus hebben gedaan nu ik deze keus moet maken, weet je wel? Daar in de supermarkt. Wat zou Jezus hebben gekozen? Weet je? Ik kan overal toepassen. Maar weet je, een herinnering wat iets zegt van wat zou Jezus doen? Wat zou Jezus doen? En dus Jezus is ons grote voorbeeld. Maar waar het uiteindelijk op uitkomt is wat kies jij? Wat kies jij? Wat kies ik? En zo maken wij, als wij ons uitstrekken naar Gods wijsheid, dan zul je keuzes maken die in lijn zijn met Gods wil. En zul je er ook een geweldige vrucht van hebben. En soms maak je keuzes, ik weet niet hoe het met jou zit, in mijn leven wel, maak je keuzes die niet goed zijn. En dan zie je dus ook een bepaalde vrucht, zie je daar voortkomen, dan denk je, wauw. Dan denk je, niet goed. Was niet goed. De vrucht bepaalt namelijk ook of die wijsheid is van God vast, ja of nee. Heel simpel, hè? Zeggen mensen, ja, maar dat brengt wel een bepaalde veroordeling. Hou op, joh, met die veroordeling. Hou er gewoon mee op. Schuif die veroordeling weg. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen. Ik ben gekomen om de wereld te redden. Ja, maar ik voel toch wel dat in mijn leven zijn heel wat dingen misgegaan. Nou, hé, prijs Jezus. De genade van God is hier. Hij is niet gekomen om jou te veroordelen. Kijk, dit heb je fout gedaan. Dat heb je fout gedaan. Dat heb je niet goed gedaan. Dat was niet slim. De Bijbel leert dat hij is over al onze overtredingen is hij heen gestapt. Hij heeft het weggeveegd. Hij heeft gezegd, joh, ik ga mijn gerechtigheid los van jouw werken, mijn genade los van jouw werken, ga ik presenteren aan jou. Als een vrije gave. Wandel daarin. Dus elke vorm van veroordeling, kap ermee. Schuif het aan de kant. Het is niet de geest van God. Als de geest van God beweegt in je hart, dan zul je overtuiging hebben. Dat is wat anders dan veroordeling. Als de geest van God, dan zal hij je wijzen op iets en dan denk je, wauw, inderdaad. Ha, ik ga dat voortaan anders doen. Maar dat is een opbeurende kracht. Een opbeurende stimulans en motivatie. Terwijl veroordeling maakt je dood.
Uiteindelijk echt veroordeling maakt je dood. Het maakt je heel neerslachtig. Het maakt je helemaal kapot. Het zorgt voor een enorm gevoel van minderwaardigheid. Je voldoet niet. Je komt er zelf niet uit. Want in eigen kracht kun je toch niet met God wandelen. Je hebt zijn kracht nodig. Je zal totaal op zijn genade moeten leren steunen en leven. En dus, zie, dat maakt je kapot. En dus de duivel wordt ook genoemd de aanklager van de broeders. Hij is degene die aanklaagt. Dat is niet wat God doet. Okay. Dus wat wij nodig hebben is de wijsheid van God. En de Bijbel leert ons dus hoe belangrijk wijsheid is. En het is met name ook Salomo in het boek Spreuken die ons inzicht geeft over wat dan wijsheid is en wat de waarde is van wijsheid. En ik moet zeggen dat op een gegeven moment is bij mij is dit bekend geworden en ik ben me daarna meer gaan uitstrekken. En ik merk dat ik me meer en meer ook daarnaar uitstrek. Er staat hier in Spreuken hoofdstuk 3 vers 13... Er staat, welzalig is de mens die wijsheid vindt. Nou, welzalig, dat woord welzalig betekent gezegend. Gezegend. Gezegend is de mens die wijsheid vindt. De mens die inzicht verkrijgt. Dat zegt Salomo, hè? Want haar opbrengst, de opbrengst van wijsheid, van inzicht, is beter dan de opbrengst van zilver. En haar inkomen beter dan bewerkt goud. Zij is kostbaarder dan robijnen en al jouw wensen zijn niet met haar te vergelijken. Oké. Dus dat betekent dus dat hier zien we vanuit het Gods woord, dat de wijsheid van God wordt echt boven alles wat wij waardevol achten, wordt erboven geplaatst. Zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek eerst Gods manier van doen, boven geplaatst. Zoek eerst de wijsheid van God, Gods manier van doen. Er staat vers 16, is de vrucht van wijsheid. Lengte van dagen is in haar rechterhand. De wijsheid als zodanig wordt gepersonificeerd als zijnde hebbende handen. Dus lengte van dagen is in de rechterhand van wijsheid. In haar linkerhand zijn rijkdom en eer. Haar wegen zijn liefelijke wegen. Al haar paden zijn vrede. Wow. Dat betekent dus, als ik heb wijsheid nodig, dat is wat het betekent. Amen. Dit betekent het. Dit betekent voor jou en voor mij, we hebben wijsheid nodig. Dat probeert hij te zeggen. Boven alles wat we nodig hebben. Hè, hij zegt, kostbaarder dan zilver, goud, alles wat je maar kunt verlangen. Het grote, wijsheid. Wijsheid heb je nodig. Wijsheid, lang leven, rijkdom, eer, lieflijke paden, vrede. Ik heb gemerkt dat in bepaalde vlakken van mijn leven was dus niet de wijsheid van God. En had ik ook een gigantische onvrede. Onvrede. Onrust. Als ik dus op een bepaald gebied van mijn leven een enorme onrust heb en een enorme onvrede heb, dan weet ik, wow, ik moet echt op dat vlak op zoek naar wat is nou de wijsheid van God. Ik heb het ergens nog niet gevonden wat dan op dat vlak de wijsheid van God is. Zo simpel is het ook, hè? Dus dat zij is een boom, hè, die wijsheid is een boom des levens voor wie haar vastgrijpen. Wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen. Dus, ja, het zegt het wel, hè? Het punt is dus, wat we in de Bijbel zien is, zorg dat je wijsheid krijgt in alles wat je doet. Zorg dat je wijsheid krijgt. In alles wat je doet, zorg dat je wijsheid krijgt. En dan heb ik het dus niet zeg maar wijsheid zomaar van, nou, weet je, Socrates en Plato en allemaal, we hebben allemaal mensen, van, wat wij noemen de wijsgeren van deze wereld. Maar dat is niet waar hij hierover spreekt. Hij spreekt over de wijsheid van God. De wijsheid van God. Zoek eerst Gods koninkrijk en wat recht is in zijn ogen, dan zullen al die andere dingen, die komen naar je toe. Oké. Zorg dus dat je wijsheid krijgt in alles wat je doet. Spreuken 4 vers 5. Er staat, verwerf wijsheid, verwerf inzicht. Oké, nou vergeet niet een van de woorden van mijn mond en wijk er niet vanaf. Maar ik wil even stilstaan bij bovenste. Verwerf wijsheid, verwerf inzicht. Anders gezegd, verkrijg het. Zorg dat je het verkrijgt. Een ander woord zou zijn, verzamel het. Ga er naar op zoek en verzamel het. Zorg dat jij het krijgt. Dat is jouw taak, is mijn taak. Krijg wijsheid, krijg inzicht. Gebieden van je leven waar je niet de liefelijkheid van God merkt, waar je de onvrede, waar je onvrede hebt, verwerf wijsheid, verwerf inzicht. Spreuken zegt ook dat wijsheid is niet heel ver weg of is ergens achter een gesloten deur, achter geketende deuren en je, waarschijnlijk vind je het niet, ik hoop het wel, maar waarschijnlijk niet, nee. Wijsheid roept luid op de straat, staat op de hoeken van de straat en bij de kruispunten en zegt tegen de simpelen, zegt tegen diegenen die niet wijs zijn, word wijs. Dus het is overal is de wijsheid van God te vinden, maar je zal wel vanuit je hart een honger en een dorst moeten gaan krijgen naar die wijsheid van God. Als je namelijk niet een honger en een dorst ernaar hebt, komt het ook niet naar je toe.
Okay? Dus verwerf wijsheid, verwerf inzicht. Vers 7. Het beginsel van wijsheid is... Dan zeg je nou, hoe begint wijsheid? Oké, ik wil wijsheid hebben. Heer, ik heb het door. Ik heb het door hoe belangrijk het is. Ik wil wijsheid. Hoe begin ik? Nou, het begin is dit. Verwerf wijsheid. En bij alles wat je verwerft, verwerf inzicht. Verwerf inzicht. Dus wat je ook doet, verwerf wijsheid. Wat je ook doet in je dag, verwerf inzicht. Zorg dat de wijsheid en inzicht, dat dat een verlangen wordt in je hart. Groter dan al die andere verlangens die je hebt in je leven. Want als dat er is, dan zul je ook zien dat de wil van God, dat bestemming voort gaat komen in je leven. Ik denk dat wij gemaakt zijn voor bestemming. We allemaal dragen een bovennatuurlijke bestemming met ons mee. En wij komen in die bestemming van God door ons uit te strekken naar de wijsheid van God. Want als wij ons uitstrekken naar de wijsheid van God, maken we keuzes die in lijn zijn met de wil van God. Brengen wij ons leven ook in lijn met het koninkrijk van God. En zien we ook dat daar de zegen van de Heer is die over ons is en met ons is. En wij ontwikkelen en wij groeien en God brengt ons in die plaats waar Hij ons wil hebben. En dat is de plaats van shalom. De plaats waarin, er staat, shalom betekent nothing missing, nothing broken. Nothing missing, nothing broken. En dat is waar God ons wil brengen. Dat er niks ontbreekt, er mist niks en er is ook niks gebroken. Alles is hersteld, alles is heel en alles is vol. Gevuld. En dat woord shalom, dat zie je echt als een heel kernachtig begrip in het Oude Testament. Hebreeuws is dat natuurlijk, zie je dat terugkomen. Het beginsel van wijsheid is verwerf wijsheid en bij alles wat je verwerft, verwerf inzicht! Uitroepteken. Het is een soort gebod. Hier moet je wat mee doen. Hier moet je wat mee doen. Houd haar hoog en zij zal je verheffen. Nou, wie heeft er wel eens eigen wijsheid? Ik zei vorige keer, hè, dat is het voorbeeld van bijvoorbeeld als ik met God omga en ik ben alleen maar aan het praten, dan ben ik de meest domme mens op aarde. Want het punt is, God is alwetend, ik die beperkt ben, ik heb alleen maar mijn eigen wijsheid. Op het moment dat ik maar praat tot God en ik ben niet op zoek, Heer, ik wil God steeds de hele situatie uitleggen. Heer, ik kwam toen daar en toen zei die zus en toen deed die zo en ik ben zo bezeerd daardoor en toen gebeurde zus en toen gebeurde zo. God weet al die dingen al. Hij was erbij. Hij stond erbij toen dat allemaal gebeurde. Hij was er deel van. Ja, maar Heer, ik wil u toch vertellen dat zus en zo. Weet je, het is niet verkeerd om de Heer te vertellen. Fijn om je hart een keer te luchten, weet je wel, ook van. Weet je, net als de psalmschrijver ook, die lucht zijn hart op een gegeven moment. Die zegt, Heer, oh, die vijanden van mij, Heer, breek hun tanden. Nou ja, oké. Zie, dus af en toe is het helemaal, het is gewoon om gewoon, Heer, dat hun nek gebroken wordt, dat ze vermorzeld worden, dat we geen spoor meer van ze terugvinden. Nou, dat zijn dingen die, weet je, dat kan enorm opluchten. Hè? Als je dat voor Gods aangezicht, dat je op die manier je leven leeft. Maar op een gegeven moment moet er een moment ook komen van, Heer, oké, nou, wat wil u zeggen? Want als ik maar blijf hangen in mijn eigen wijsheid, dan blijf ik maar krijgen wat ik al heb. Mijn leven nu is een product van de wijsheid waarin ik heb gehandeld. Dus op de gebieden, om het zo maar te zeggen, en ik bedoel niet zozeer mijzelf, maar ik bedoel voor ieder. Hoe je leven er nu uitziet, is een resultaat van hoe je de wijsheid van God hebt toegepast of niet. Nogmaals. Sommige mensen vinden dat confronterend. Het is niet veroordelen. Dat is niet, ik zeg niet dat je leven verkeerd is zoals het is. Je leven is geweldig. Je leven is fantastisch toch? Je hebt een wandel met God. Misschien zijn er gebieden op je leven waar je zegt, nou nee, ik heb daar een vlak. En drama. Nou, dan betekent dat op dat gebied heb je de wijsheid van God nodig nog. Zodra je de wijsheid van God ontdekt, gaat ook dat gebied, zal je de zegen van de Heer zien. Het is hier stil. Halleluja. We gaan rustig verder. Houd haar hoog. Houd de wijsheid van God hoog. En zij zal je verheffen. Zij zal jou vereren als je haar omhelst. Wat omhelst? De wijsheid van God. Inzicht. Zij zal je hoofd een bevallige krans geven. Jou een sierlijke kroon schenken. Het spreekt echt over eer. Het spreekt over glorie. Dat is wat God wil geven in je leven. Hij wil eer brengen in je leven. Hij wil glorie geven in je leven.
Weet je, door de wijsheid van God gaan er bepaalde scherpe kanten in je leven, die gaan eraf. Die worden eraf gehaald. Waarom? Die scherpe kanten zorgen ook voor een scherpe vrucht. En zo zie je ook dat je hele karakter, die gaat in lijn komen met het Godsoort karakter. Oh, prijs de Heer. Heer, meer van uw wijsheid. Amen. Spreuken 2 zegt vanaf vers 1, mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor achter te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand en je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vreze des Heren begrijpen en de kennis van God vinden. Hier staat dus, hier staat dit. Verstand, Heer. Geef me verstand, Heer. Heer, inzicht heb ik nodig. Inzicht. Inzicht. Wijsheid, ik heb het nodig. Zie, dat is wat hier staat. Dat is wat hier staat. Hij zegt, je zult vinden. Je zal de vreze des Heren zul je vinden. En de kennis van God zul je vinden. Dat naastig zoeken naar iets. Naastig zoeken. Er staat hier, de Heere geeft immers wijsheid. En uit zijn mond komen kennis en inzicht. Prachtig, hè? Zeg, ja, maar ik kan Gods stem niet horen. Je zal zijn stem horen. Misschien niet een luide stem ergens in de ruimte, wat zou kunnen. Maar vanuit je binnenste van je hart, de Heere zal je wijsheid en inzicht geven. Want God die doet nooit zijn eigen woord geweld aan. De Bijbel zegt, hij waakt over zijn woord om dat te doen. Hij staat achter zijn woord. Dit zijn eeuwige principes die voor eeuwig gelden. Hij waakt over zijn woord. En ieder die daarin wandelt, zal de vrucht daarvan hebben. En dus in deze context zou je dus, dat is wat ik vorige week ook zei, je vraagt dus niet bij God om geld, of genezing, of succes, of om een goed huwelijk. Nee, je vraagt om wijsheid. Heren, voorbeeld dus. Heer, ik heb geld tekort. Het zou zo fijn zijn als u gewoon, heren, dat er een boom in mijn tuin begint te groeien met... Nou ja, heren, ik wil ook niet te veel vragen. Al zou het maar gewoon 10 euro biljetten zijn die eraan komen. Maar, heren, u weet het, wat ik nodig heb. U ziet toch de nood? U ziet toch de nood? De rekeningen stapelen zich op en mijn kinderen. En, weet je, en op een gegeven moment, voor je het weet, zitten we in een pity party... Van heren, het is zo'n drama. En u doet niks. Nee? Maar het punt is, wat je nodig hebt, is niet zozeer... Je hebt niet die boom van geld nodig. Je hebt wijsheid nodig. Heren, geef geld. In de hemel is geen geld. Al het geld is hier op aarde. Wat we nodig hebben, is wijsheid. Zodat wij weten, wat moeten wij doen met datgene wat de Heer ons heeft toevertrouwd. Wat wij nodig hebben is wijsheid. Hoe ga ik om met datgene wat God mij geeft? He? En hoe, Vader, hoe, u heeft mij het leven gegeven. U heeft mij het leven gegeven ook om het leven te leven in blijdschap en vrede. Nou, ik heb geen vrede en ik heb geen blijdschap, want ik heb altijd tekort. Heren, hoe, geef mij de wijsheid, geef mij het inzicht, hoe gaat... Wat is uw wijsheid hierin? Het is namelijk zo, hebben we net gelezen, dat geloof ik aan de rechterhand was het toch? Aan de rechterhand van wijsheid was het toch? Dat was rijkdom en eer. Dus ik moet die wijsheid moet ik omarmen, omarmen. Klinkt gek, maar het is zo. Want als de wijsheid in mijn leven is, zal ook rijkdom en eer in mijn leven zijn. Lengte van dagen. Allerlei dingen die voortkomen uit de wijsheid. Ja, maar zeggen wij, wacht even. Maar kijk, hey, we hebben wel de praktijk van het leven. Het bijzondere is, als wij dus de wijsheid van God omarmen, gaat hij heel praktisch, dat is ook wat wijsheid is, hoe je op een praktische manier de juiste kennis kunt toepassen op het juiste moment, zodat jij gezegend bent. Psalm 111 vers 10 zegt, de vreze des Heren is het beginsel van wijsheid. Allen die ernaar handelen hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. Hier geeft het een nieuwe dynamiek, weer een nieuw inzicht. Als ik wijsheid wil hebben, dan begint dat ik een ontzag en een respect, en dat was wat wij noemen de vreze des Heren, ontwikkelen in ons hart. Heer, ik heb een diep respect voor u.
Sommige mensen zeggen, ja, hoe kan dat samengaan? Hoe kun je nou de Heer lief hebben en toch hem vrezen? Nou, dat vrezen is een eren, respecteren, ontzag hebben voor. Daar begint de wijsheid. Daar begint de wijsheid. Daar waar ik zo'n respect en een ontzag voor God krijg. Dat ik zeg, Heren, ik heb een ontzag voor u meer dan alles om me heen. Dan elke keus die ik maak, Heren, die wil ik beïnvloed laten zijn door wie u voor mij bent. Ik heb ontzag voor u. Nou, hier het laatste gedeelte wat we hier zien is de wijsheid. Wat ik vandaag wil behandelen is de wijsheid is dus van God en bij God. Als ik kijk naar wijsheid, dan wil ik ook dus, ik noemde net Salomo, maar kijk je ook eens naar Daniël. Ik vind de profeet Daniël een heel bijzonder voorbeeld, omdat hij eigenlijk als slaaf kwam hij dus in het Babylonische Rijk terecht. En toch, want weet je wel, hij had kunnen zeggen, ja, kijk nou eens, wat is dit voor drama? Waar bent u, God? Hè? Waar bent u nou, als ik u nodig heb? Maar dat is niet hoe hij in het leven stond. Nee, hij vreesde God. Hij had ontzag voor God. Soms hebben wij, weet je wel, verliezen wij ontzag voor God. Er gebeuren allerlei dingen, zeggen we, God, waar bent u dan? En wat gebeurt er dan? Dan maken we onszelf dom. We maken onszelf dom. Want het beginsel van wijsheid is de vrezen van God. En als wij vrees, respect, eer, ontzag hebben voor God, dan zeg je niet tegen hem, God, waar bent u dan? Dan zeg je niet, nou, God zal er wel een bedoeling mee hebben, maar nou, hij moet maar snel over de brug komen, want ik weet niet wat hier allemaal aan de hand is, maar ik kan het allemaal niet meer aan, bla bla bla. En we allemaal dingen zeggen, luister, je gaat geen wijsheid vinden zo. Gaat die naar je toe komen? Ik zeg, ja, maar hey, wie ben jij om dat te zeggen? Dat zeg ik niet, dat zegt de Bijbel. Het begin van de wijsheid is de vrezen van God. Je zal eerst moeten komen terug naar de plaats waar je jezelf verootmoedigt voor God. Niet God de schuld geeft van al je ellende. Besef dat er een duivel is die is gekomen te stelen, te roven en vernietigen. En ook op heel veel vlakken heb je misschien zelf keuzes gemaakt die niet in lijn waren met de wil van God en je komt in de ellende. Allemaal zaken die voortkomen niet vanuit God. God is genadig. Hij is barmhartig. Hij is trouw. Hij is liefdevol. Maar hij is ook de God die te vrezen is. Te vrezen, waarom? Hij is de rechter van alles en allen. En hij is de schepper van hemel en aarde. En hij is de bezitter van elke ziel. Wat voor recht heb ik, Heren? Nou, ik weet het niet meer hoor. Hoe is het en zo? Nee. Ik zal altijd, in elke situatie zal ik moeten komen in de positie van vrezen hebben voor God. Vrezen hebben voor God. Als ik vrees heb, de mate waarin ik vrees kan hebben voor God, is de mate waarin God zijn wijsheid aan mij kan toevertrouwen. Hè? En ik bedoel, ik neem mezelf steeds als voorbeeld, omdat ik niet iemand anders als voorbeeld wil pretenderen dat je misschien niet die vrezen van God hebt. Maar snap ik wat ik bedoel te zeggen? Het is die vrezen van God die moet arriveren in je leven. En die vrezen van God waarin je moet ontwikkelen soms. En terug moet komen naar de plaats. Heer, ik ben hoogmoedig, ik ben arrogant, ik ben trots. Ik denk dat ik het allemaal uit mijn eigen kracht kan. Ik denk elke keer dat ik de eigen wijsheid heb, Heer. En ik heb geen eigen wijsheid. Ja, ik ben misschien wel eigenwijs. Maar ik wil me daar, steun niet op uw eigen inzicht. Weet je, vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op je eigen inzicht. Heer, ik wil niet langer steunen, het is gewoon disrespect naar u. Ik wil u in mijn leven, ik wil dat u regeert. Ik heb een ontzag voor u en ontzag voor wie u bent. En voor wat u zegt in uw woord, ik heb een ontzag voor uw woord. Ik heb een ontzag voor wie u bent, halleluja. Nou, deze Daniël had dat ook. Daniël hoofdstuk 2 vers 20, daar staat Daniël nam het woord en zei, de naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want van hem is de wijsheid en de kracht. Wie weet, Daniël was een enorme wijze profeet. God had hem echt de gaaf van wijsheid en inzicht gegeven ook. Maar hij wist het was van God. De Bijbel, hij zegt hier dus, hij, God, verandert de tijden en tijdstippen. Hij zet koningen af en hij stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven. En mij, u hebt nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. De context hier was dus, dat was een droom van de koning. En de koning die vroeg aan zijn raadgever, sorry. Wat is de interpretatie van die droom? En ze moesten helemaal zelf opkomen dus met die droom en de interpretatie. En dus Daniël die zoekt het aangezicht van God vanuit respect en vrees. God geeft hem wijsheid, hij geeft hem kracht, hij geeft hem inzicht. Hij wordt verheven, hij krijgt de invloedrijke plaats naast die goddeloze koning. En Daniël is heel bijzonder, die komt dus in ballingschap, komt hij daar in het Babylonische Rijk. Hij overleeft 4 koningen.
En hij is aan vier koningen, dient hij aan het hof van de koning. En hij ziet ook de bevrijding van het volk Israël op het moment dat zij weer teruggaan naar hun eigen land. Gigantisch. Een man waar inderdaad lengte van dagen, wijsheid, kracht, invloed, eer. Mensen zaten hem tegen. Hij kwam zelfs in de leeuwenkuil. Je gaat soms dat ding heen in je leven. Maar als de wijsheid en de kracht van God in je leven is, dan kom je ook daar weer uit. De wijsheid van God. De kracht van God. Laatste tekst. Hier wil ik bij stilstaan. Weet je, is die wijsheid ver weg? Nee. Die wijsheid is, ik heb hier veel meer over te vertellen, lieve mensen, maar die wijsheid van God, die is te vinden in de Heilige Geest. In de Heilige Geest. Ik wil iets lezen uit Jesaja hoofdstuk 11. Degenen die openbaringen wel eens hebben gelezen, er wordt ook gesproken over de Seven Spirits of God. Ik lees de Engelse Bijbel, vandaar dat ik veel Engelse termen altijd gebruik. Maar dan spreekt over de zeven geesten van God. En mensen zeggen, zeven geesten van God, er is toch maar één geest van God. En dat klopt, er is ook maar één geest van God. Maar het getal zeven staat voor compleetheid en volheid. En dus wordt dat woord ook gebruikt. De kinderen komen, want de kinderen gaan iets moois presenteren. Dus er komt even wat onrust. Maar deze laatste tekst wil ik niet terughouden van je. Jesaja 11, vers 1. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem, het spreekt over Jezus. Op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van de kennis en de vrezen des Heren. Hier zie je al deze dingen, dezelfde ingrediënten zie je terugkomen. We hebben gelezen over de vrezen des Heren. We hebben gelezen over inzicht. We hebben gelezen over kennis. We hebben gelezen over wijsheid. Maar wat zien we hier? Er wordt geprofeteerd over de Heer Jezus Christus die komen zou. En de geest des Heren zou op hem rusten. En dus de geest van de Heer wordt overgesproken. En er wordt zeven keer iets gezegd. Er wordt gezegd, de geest van de Heer. De geest van wijsheid, de geest van inzicht, de geest van raad, de geest van sterkte, de geest van de kennis en de vrezen des Heren. Ik geloof dit is ook een uitleg van de zeven geesten van God. Het is één, God is één, maar hij is volmaakt en compleet in deze karaktereigenschappen. En dit is de geest van God die op Jezus rustte, is dezelfde geest die uitgestort is op de dag van Pinksteren en in ons inwoning heeft gemaakt. De raad en de wijsheid en het inzicht is niet zo ver weg dat je in de hemel zal moeten reiken. En wie zal opgaan naar de hemel om het naar beneden te brengen? Nee, het is zo dichtbij. Het is uitgestort in de persoon van de Heilige Geest. En het is dus beschikbaar voor een ieder die de geest van God heeft. En wij zullen dus die relatie met hem zullen we moeten ontwikkelen en uitdiepen. Met de geest van de Heer die in ons leven is gearriveerd. Die geest die rust op ons. En het is de geest van de Heer. Het is de geest van wijsheid. Het is de geest van inzicht en de geest van raad en van sterkte. En de geest van de kennis en van de vrezen des Heren. Al deze dingen zijn niet ver weg of onbereikbaar. Ze zijn dichtbij, omdat de geest van de Heer uitgestort is. Halleluja, amen. Zullen we voor een kort moment gaan staan en hem de glorie geven voor een moment? Heren, wil u prijzen. Wil u loven. Wil u aanbidden, Heren. We willen u danken voor uw woord, die ons het inzicht geeft. Dat we ons uitstrekken meer en meer naar uw wijsheid en naar uw inzicht. En dit is ook wat we willen doen als uw volk en als uw kinderen. In alles wat we willen doen, in alles wat we doen, willen we inzicht en wijsheid verwerven en verkrijgen. En Heer, tegelijk zien we in uw woord de enorme, onuitsprekelijke en ongelimiteerde rijkdom die u ons heeft gegeven. Toen u ons gaf, de Heilige Geest. De geest van de Heer is de geest van wijsheid. Is de geest van inzicht en raad en sterkte en kennis en de vrees des Heren en macht. Heer, ik dank u. Deze geest van de Heer is aan een ieder van ons gegeven. En ik dank u, Heer, dat wij onszelf, deze morgen maken we een besluit om ons meer en meer uit te strekken naar uw geest. En meer uit te strekken, Heer, naar uw wijsheid, naar uw raad, naar uw inzicht. Wij weten, als wij ons leven laten regeren door uw koninkrijk, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan hoeven we ons niet meer druk te maken over al die andere dingen waar de mensen zonder u zich druk over hoeven te maken. En zo, Heren, bidden we u. We vragen u, zoals uw woord ook zegt, we vragen u om wijsheid. Heren, we willen meer van uw wijsheid. We willen meer van uw geest. We willen meer van u zien. Heren, we willen zien dat uw wijsheid en uw raad ons gezegend en voorspoedig maakt op elk gebied van ons leven. Zodat wij, Heren, deze voorspoed en deze zegen kunnen omkeren. En kunnen reflecteren, Heren. En zeggen, Heren, wij roemen
in wie u bent voor ons. En dat we mogen erkennen, het is niet onze eigen wijsheid geweest. Het is niet ons inzicht geweest. Het is niet ons doen. Het is het werk van de Heer geweest. Het is de wijsheid van God geweest. Het is de kennis van God geweest. Die ons gezegend en voorspoedig heeft gemaakt. Ik dank u, Heere, dat u in ieder van ons wil brengen in bestemming. En dat uw geest, Heer, op de deur van ons hart klopt. Meer en meer. En dat wij oren mogen hebben die horen. En een hart wat luistert naar uw stem. Omdat we op elk gebied mogen wandelen in uw wijsheid. In de naam van Jezus. En het volk van God zegt amen en amen. Lieve mensen, ga even zitten. De kinderen gaan even prachtig laten zien waar ze de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. Nou, goedemorgen allemaal. Wij hebben met de kinderen van de Go, Forward Kids en Super Kids hebben wij een tabernakel gemaakt. En daarover willen wij nu een stukje aan jullie delen en laten zien. Willen jullie de PowerPoint aanzetten? De inleiding. Eigenlijk is de tabernakel een tent die stond op een terrein die omheind was door de muur van palen en doeken. De voorwerpen op het terrein zelf waren dus onzichtbaar voor de mensen die buiten de omheining waren. Om binnen te komen moest men door de poort en dan kwam men eerst op het terrein dat het voorhof heet. De voorhof is een beeld van een christen die wel is waar voor Jezus heeft gekozen, maar die nog maar aan het eind nog maar aan het begin staat van het geloofsleven. Als we geestelijk willen groeien, moeten we verder via de 9 voorwerpen. En daar zullen deze kinderen wat over gaan vertellen. De poort is de ingang tot de voorhof. Jezus is de enigste poort tot het leven. Mag ik even de volgende slide? Volgende. Nog eentje. Kijk, foto's. Nou, op deze foto's zie je dat we dus bezig zijn met die tabernakel. En nog één verder. Volgende slide. En hier zie je dat we bezig zijn met deze tabernakel. Ja, goed zo. En nog één verder. Ja, dat was de poort. De volgende. Mag één verder? Het brandofferaltaar. Het brandofferaltaar staat in het voorhof van de tabernakel. Leg er een goed lam op en offer ter vergeving van de zonde. Symbool, Jezus is gestorven voor onze zonde. Het koperen wasvat staat in het voorhof. Symbool staat symbool voor de doop. De volgende slide, nog eentje verder. Ja. De deur is de ingang tot het heiligdom. Als eerst kom je in het heilige. Alleen de priesters mochten daar komen.
Het symbool staat voor de Heilige Geest die ons binnenlaat in de wijsheid van God. De toonbroden staan in het Heilige der Heiligen, symbool voor het avondmaal en gemeenschap met God. Brandofferaltaar staat in het Heilige Heilige, symbool voor voordelende kenbeden naar God. Kandelaar staat in het heilige symbool het licht van de Heilige Geest. Heilige Geest. En zij gaven. Tot en met voorwerp 8. Voorhangsel. Het gordijn dat scheiden maakte tussen het heilige en het heilige door heilige van de tap. Ernakel. Het betekent de kruisiging voor onze Jezus. Alles ook de kruisiging in ons. Het staat voor is pijnlijkheid als ook voor heiligheid. Binnen de voorhangsels zijn wil zeggen opgenomen zijn in heerlijkheid. Dit wijst hen naar het altijd met de Heere zijn binnen het eeuwigheid voorhangsel. De Ark van het Verbond. Het Ark van het Verbond staat in het Heilige der Heiligen. Symbool voor gemeenschap met God. En Godstroom. Goed zo. Nou, heel goed gedaan. Ja, zal jij afronden? Zo. Nou, dit hebben ze toch maar even mooi voor elkaar. Kinderen, kom eens even op het podium. En kom het applaus maar eens even in ontvangst nemen. Want jullie hebben heel veel weken heel hard gewerkt. Kom maar, allemaal op het podium. Goed zo. Kom er maar bij. Evi, kom er maar bij. Ze zijn een beetje verlegen, zien jullie? Nou, we hebben inderdaad 2 maanden lang heel erg hard gewerkt aan dit project. We hebben ook echt de tabernakel gebouwd samen met de kinderen. Ieder op hun eigen manier. De Go Kids heeft een eigen versie gemaakt. En de Forward Kids en de Super Kids. Dus als ouders of degene die het leuk vinden, kun je straks eventjes natuurlijk de tabernakels komen bewonderen. Nou, ik vind nog 1 keer een heel hard applaus voor jullie, want jullie hebben het super goed gedaan. Goed zo, mogen jullie weer gaan zitten. Nou, het ziet er prachtig uit, mensen. Kom straks na de dienst zeker eventjes kijken naar wat de kinderen hier hebben gemaakt. Hartstikke mooi. Het is ook heel goed dat de kinderen af en toe kunnen laten zien aan jullie waar ze boven allemaal mee bezig zijn. Ik ben heel blij dat we dat kunnen faciliteren. Zou je de eerste slide over de Max Man kunnen laten zien? Kijk, daar staat hij. Zaterdag 5 november staat op de planning Max Man in een escape room. Wie van jullie heeft dat wel eens gedaan? Ik zie een paar handen. Volgens mij is dat een hele bijzondere belevenis om mee te maken. Ook hartstikke leuk. We hebben nog niet voldoende aanmeldingen. Morgen is de deadline. Dus als je daar mee wil doen, dan moet je je zeker aanmelden. Want anders gaat het misschien helemaal niet door. Want we hebben wel een bepaald minimum aantal nodig. Mark Rosa zit in de zaal. Je kunt ook hem e-mailen op beekrosa@gmail.nl. En dan hoop ik dat het zaterdag doorgaat. Dit is voor de mannen in de zaterdagochtend. En ik heb hier de flyer voor de middag. Misschien kan die ook erop. Dus voor de Lady Life. Dat is voor de vrouwen. Daarvoor kan je opgeven bij Angela. Dat is een high tea, een hele andere activiteit. Maar ook hartstikke goed om met elkaar samen te zijn. Dus dat is de zaterdagmiddag. En dan door naar de zondagavond. Dat is de slide speciaal voor de jeugd. Zondagavond dan ga je op zoek naar een verdieping met de Heilige Geest. Nou, dat is natuurlijk altijd goed om te doen. Dat is zondagavond vanaf 7:30 in de Hertogenlaan 184. Dat is bij Jessica thuis.
Als je wil weten waar precies, hoe laat, we zullen zorgen dat het ook op de website komt. Dan wil ik graag nog de agenda slide voor komende week. Deze kan straks. Kijk, hier zie je nog ook de Max Man en Lady Life benoemd. Dinsdag is het weer tijd voor doelgericht leven. Daarvan hebben we ook een flyer. Daar is iedere dinsdag om de week wordt daar gesproken over een bepaald onderwerp. Dit keer zal Nel spreken. En het zal gaan over je bent geschapen om op Christus te lijken. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi onderwerp. Dat is dinsdag. Staat ook op de website hoe laat en waar precies. En dan wil ik als laatste de microfoon geven aan Nel. Dezelfde Nel die dus dinsdag zal spreken. Die zal nog even kort iets zeggen over de Alpha-cursus die ook weer gaat starten. Nel, aan jou de eer. Dankjewel. Ja, dat is echt iets om heel enthousiast over te worden. Misschien zit je hier en heb je al heel lang van het evangelie gehoord. Maar als we bij de Alpha zijn, dan mag je daar ook vragen over stellen. Van wie is nou Jezus? En waarom ben ik hier op aarde? En wat doet de Heilige Geest? En wat is de kerk? En al die vragen. Misschien weet je het en heb je er eigenlijk nooit over gesproken. Of kom je uit een heel andere richting en dan denk je, ja, maar het is me anders verteld. Wij proberen op de Alpha vanuit het woord van God te vertellen wie Jezus is. Wat hij voor ons deed en hoe wij hem kunnen aannemen in ons leven. En misschien heb je dat al lang gedaan, maar heb je iemand in je familie of in je kennissen of een buur die helemaal niet gelovig is en die jouw leven ziet en die denkt, wat jij hebt wil ik ook. Neem die nou mee, want voor hun is het eigenlijk helemaal. Dat is eigenlijk de oproep die ik wil doen. En Alpha staat voor alle mensen mogen komen. Het is leren en luisteren, patat eten, pizza, maar dat doen wij, koffie drinken met wat lekkers. Helpende handen en alle vragen mogen gesteld worden. Mensen, probeer met elkaar te komen. Hij is de Heer. Amen. Genoeg activiteiten weer. Amen. Zo, ik kijk even uit op de tabernakel hier. Prachtig. Zullen we gaan staan? We willen deze dienst afsluiten. Het is zo, we gaan genieten van de koffie en de thee en de fellowship. Zo belangrijk ook. Belangrijk onderdeel van het elkaar kennen. Als we zo koffie en thee gaan drinken, zoek eens wat mensen op die je nog niet kent. Schud eens wat mensen de hand ook die je nog nooit de hand hebt geschud. Want je gaat nooit met elkaar kennis maken totdat jij de stap zet om eens een hand te schudden van iemand die je nog niet kent. Het geeft ten eerste een warm welkom aan die persoon, die dit al ook hebben gehad. Het zorgt er ook voor dat je zo op die manier leert kennen wie zijn mijn broers en zussen in het Koninkrijk van God. Amen. Dus laten we genieten ook van de fellowship daarin. In de naam van Jezus. Heer, ik wil u danken. Ik wil u danken, Vader, dat we gemeente mogen zijn voor uw aangezicht. Ik wil u danken voor het geweldige plan wat u heeft met een ieder van ons. Dat we allemaal rondlopen met een geweldige, unieke, bijzondere bestemming. En dat u ons helpt. U heeft de Heilige Geest gegeven, Heer, als helper. En daar wil ik u voor danken. U helpt in ieder van ons, ook deze week. Heer, u zegen. U wil ons zegen. U wil de zegen. En wilt u laten zien op elk gebied van ons leven. En zo strekken wij ons uit naar uw wijsheid. We strekken ons uit naar uw inzicht. En volk van God, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de fellowship met de Heilige Geest zijn met u allen in Jezus' naam. Wees gezegend. En het volk van God zegt amen en amen. God zegen, tot ziens en wel thuis.